Introducing first, standing at my right and fighting out of the black corner. This is his first chance to step onto the world stage. Fighting out of Morocco, here is Nabil the Tank Kacha! Ik was, na de partij was ik best kritisch op mezelf. En dat ben ik meestal wel. En dat wil ik ook wel altijd zijn, maar als ik terugkijk, kijk ik gewoon op een mooi debuut. Nee. Ik had gezonde spanning. Het was niet dat ik dacht van, oh, waar sta ik nu? Ik besefte het me wel. Ik zat naar mijn handen te kijken, dacht, oh, dit zijn dus glory handschoenen. Goed, ik voelde me goed bij. Nabil Kacha! Ja, de Marokkaanse fans natuurlijk zijn waanzinnig, ook de Nederlandse fans. Dit is gewoon een team die supporten mij tot het einde. De achtmanstoernooi kwam tevoorschijn en de viermanstoernooi. En ik was gelijk hyped van, ja, hier wil ik aan deelnemen. En dus ik bericht Said van, hey Said, kan er wat gedaan worden? Ik ben nu ook nummer 10 gerankt, dus en ik wil gewoon meedoen. Nou ja, hij belde mij van, hij zag die Grand Prix. Hij zei, hey Said, ik zou graag in die Grand Prix. Dus ik zei tegen hem, ho, rustig aan. Niet te snel kijken. Weet je, het is die jongens 22. Weet je, die heeft nog een hele toekomst voor zich. Hij moet ook nog, hè, die jongen, ook lichamelijk wordt hij straks nog sterker, maar ook ervaring, weet je. Dus dit, weet je, ik zei al tegen hem, hardlopers en doodlopers, rustig aan, stap voor stap, weet je. Kijk, als hij nu draait, dan heeft hij twee partijen in kortere tijd gedraaid, ja, dan gaan we gewoon weer rustig werken naar het volgende. Maar gelijk, ik weet het, dit soort jongens willen altijd gelijk, maar soms moet je ze toch beschermen. Ik hoop voor mezelf een plekje af te dwingen in het toernooi. Ja. Ik wil als jongste vechten het achtmanstoernooi in, om daar mijn naam te drukken. Het is gewoon waanzinnig om daar mee te doen. Je kan je naam in de rij zetten van Sammy Schild, noem het maar op eigenlijk. Met de voorbereiding gaat goed. Ik heb net een wedstrijd in mijn benen. Dus je merkt de scherpte is er, de conditie is er. En die conditie heb ik alleen maar eigenlijk doorgepakt. Dus eigenlijk kan je het zien als een 10 weken voorbereiding. Ik heb mijn grootmoeder, mijn overgrootoma verloren afgelopen zondag. Dus veel roering daarin geweest. En het verwerkingsproces moet allemaal wat sneller gaan nu. Wat ik van mijn tegenstander weet, hij heeft een Muay Thai kickbox achtergrond. Dus is lichtvoetig, houdt van spelen. Maar ik kom gewoon om te vechten en ik kom gewoon om te knokken. Ja, ik heb wel even gekeken naar die jongen. Ja, goed, het is een lange jongen. Hij heeft een beetje een Muay Thai achtergrond, trapt makkelijk, is bewegelijk. Dus ja, weet je, Nabil is kort, dus Nabil weet gewoon wat de opdracht is. En dat zal niet een andere opdracht zijn als die laatste wedstrijd. Zoals jullie weten komt er een achtmanstoernooi. En als ik nu niet bewijs dat ik erin hoor, dan weet ik het ook niet meer. En inshallah gaat het ook gewoon gebeuren.